Traceerbaarheid in ziekenhuizen. Het kunnen volgen en traceren van alle steriele medische hulpmiddelen in de gezondheidszorg is van groot belang voor de patiëntveiligheid en een efficiënte bedrijfsvoering. Ziekenhuis Bernhoven in Uden heeft deze aspecten succesvol aangepakt, waardoor er geen onnodig hoge voorraden meer zijn. Omdat er in veel andere ziekenhuizen nog geen sluitende registratie plaatsvindt, is controle op expiratie een arbeidsintensief proces. En in het geval van een recall moet veel menskracht worden ingezet om de juiste gegevens te kunnen achterhalen. Door een goede registratie en borging van voorraadsprocessen binnen het OK-bedrijf is het mogelijk de voorraden te verlagen met 25 tot 40% zonder mis te grijpen. Naast kostenbesparingen zijn tal van kwalitatieve verbeteringen mogelijk. Met VVS, het Voorraad Volg Systeem van Copernicare, hebben OK-managers een sluitende registratie van de voorraadprocessen binnen het OK-bedrijf. Het VVS regelt de ontvangsten, het verbruik, voorraadbeheer en het bestellen van goederen binnen de OK- en interventieafdelingen. De voorbereiding bestaat uit het aanmaken van gebruikers- en kostenplaatsen. Daarna volgt het definiëren van locaties met behulp van barcode, welke hiërarchisch zijn opgebouwd. Tot slot volgt het inladen van het artikelenbestand. Het proces start met het binnenkomen van nieuwe goederen. Deze worden vervolgens gescand. Afhankelijk van de leverancier zijn dan automatisch een aantal gegevens ingevoerd. Eventuele ontbrekende gegevens worden nu aangevuld, waarna er een uniek label wordt aangebracht. Nu kunnen de goederen op de juiste locatie worden gelegd. Hierbij wordt met behulp van een scanner de locatie aan het product gekoppeld en in het VVS-systeem opgeslagen. Bij een operatie wordt nu eenvoudig geregistreerd welke materialen en producten er zijn gebruikt. En een van de voordelen is dat alles tevens aan de patiënt wordt gekoppeld. Zo is altijd exact na te gaan welk product bij welke patiënt is ingebracht. De voordelen van werken met VVS zijn verhoging van patiëntveiligheid en traceerbaarheid, voorbereid op aansluitend nationaal implantatenregister, verlaging van kosten en voorraadwaarde, minimalisering verlies, eenvoudige koppeling met andere systemen. Mijn naam is Annemarie Veloon, ik ben teamleider OK Chirurgie. Binnen dat team valt ook mijn team Logistiek. En dat team is samen met eigenlijk de hele afdeling al 1,5 jaar druk in de weer om het Voorraad Volg Systeem goed neer te zetten op onze afdeling. Het Voorraad Volg Systeem, wat te maken heeft met de track and trace van alles wat we bij patiënten gebruiken aan steriele implantaten, om die te blijven registreren. Als we kijken naar de afgelopen periode, dan kunnen we al spreken dat we heel weinig, steeds minder gaan weggooien aan steriele materialen die dus over de datum zijn. Daar hebben we nu al, zitten we op een 80% zeg maar, wat we dus niet meer weggooien. Dus een flinke verbetering. Als we kijken naar onze voorraad, is met 25% verminderd, ondanks dat we meer productie zijn gaan draaien het afgelopen jaar. Dus al met al zijn we voor onze afdeling, maar zeker ook voor Ziekenhuis Bernhoven, goed bezig om ja, in de groene cijfers te blijven en goed financieel bezig te zijn. Neem contact met ons op om te bespreken wat we voor uw ziekenhuis kunnen betekenen. Copernicare, uw specialist voor traceability in healthcare.